Hey, hallo en welkom! Leuk dat jullie er zijn. Volg me nou eens. Ik heb bijna... Kom op. Zullen we gewoon bij de 20.000... We doen bij de 20.000 giveaway. Dus volg me nu. Maar goed, jongens. We zijn hier weer in... Hier klopt iets niet. Daar klopt iets niet. Niets duiken. Nee. 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 Wie heeft dit gedaan? Niet duiken. Ja, natuurlijk ga ik niet duiken. Oh, trouwens, je kan wel duiken. Het is diep genoeg. Nee. Wat staat hier? Er was eens een hele mooie lichtstraal in Kingdom Tooter. Maar er waren kapers op de kust. Dus dit was van korte duur. Afspraken zijn verbroken. Dit kan niet veel goeds betekenen. Maar wat nu? Hoe nu verder? Dit kan niet goed zijn. Afspraken zijn gemaakt, maar hier is te laks mee omgegaan. Dus kan er nog maar één ding gebeuren. Revenge. Leefde iedereen nog lang en gelukkig? Dat valt te betwijfelen. PS, wat een leuke zwemvijver. Hou op, het is geen zwemvijver. Nee. Waarom hebben ze nou... Wie heeft mijn bieken weggehad? Sowieso, omdat ze het hebben over het verdrag dat we hadden. Het is niet het verdrag van Friesland, maar ik heb met Justin en Robin, de opa's, heb ik afgesproken dat we de bieken zouden mogen lenen van hun. Maar we mochten niet het ijzer wat eronder zit erbij pakken. En dat is ook weer meegenomen. En nu hebben ze een nep biekenstraal gemaakt van glas. Ja, oké, dat is wel echt stom. En vooral dit vind ik heel vervelend, denk ik. Het is ook gewoon helemaal. Er is een axolot ingespand. Don't mind if I do. Ja, ik heb je. Ik heb hem. We hebben een nieuwe axolot, jongens. Echter moeten we wel dit probleem gelijk oplossen. Want het is helemaal ingebouwd met water. Letterlijk mijn hele cave, mijn base, mijn weet ik wat. Is een goede titel. Mijn base is onder water gezet. We hebben een titel, jongens. We hebben hem. Laten we in ieder geval eerst het gedeelte gewoon weer fixen. Want dit is echt vreselijk. Of René. Nou, nee, René zou dit nooit doen. Want René is het niet eens met mijn glorieuze tijdperk aan grote minds. Daar is René het niet mee eens. Dus die heeft hem ook ingekort. Als je de video trouwens, de livestream niet gezien hebt. De cave is wat ingekort. Althans, hij is nog net zo breed hieronder. Maar hierboven is nu gewoon een pad ook aan deze kant. Omdat ik moest compromis sluiten met René. Oké, het is helemaal ingebouwd. Nu kijk ik of het water daadwerkelijk verdwijnt. Nee, zeg maar niet dat... Hoe kan dit nou? Is het serieus hier ook water neergezet? Of komt het allemaal vanaf daar? Laten we eerst de axolot even dumpen. Dan gaan we mijn prachtige geheime cave in die niet zo heel geheim... Jezus, wat zijn die paddenstoelen veel gaan spannen. Waar zijn al jullie vriendjes? Jullie waren toch met meer dan drie? Of niet? Dus als ik deze weghaal, gaat dan al het water weg? Oh, maar deze. Nee, dat meen je. Hier, kijk, kijk, kijk. Ja. Ja, volgens mij gaat het nu allemaal weg. Oh, maar deze. Nee. Hoe moet ik dit nou doen? Hoe moet ik dit nou doen? Vreselijk dit toch, jongens? Waar is het water? Die. Hier. Kijk. Nu gaat het langzaam weg. Hè, hè? Waar is nog meer water gespand? Hier in dit hoekje. Jij. Clear. Kom maar. Oh, jou moet ook weg, zeker. Nou, alle waterpunten moeten weg. Hij heeft ook echt veel water geplaatst. Degene die dit gedaan heeft. En nog een axolot. Jullie spannen hier ook echt gewoon alsof het niks is. Die axolots. Ik heb letterlijk nog een axolot. Oh, maar deze. Er is er nog een. Maar jou wil ik ook. Oh, en jou ook. Het zijn er twee. Deze moeten we gaan pakken zometeen. Ze moeten nog een waterplekje hebben. Nieuwe buckets aan. Want hier, het zijn er gewoon twee. Sorry, axolotje, dat ik je poeltje weghaal. En die van jou ook. Het zijn er drie. Er zit er nog één. Waar komen jullie vandaan? Hier moet je zien. Oh, dit vind ik sneu. Dit vind ik sneu. Ik ga het water innieuwen. Kom maar. Zo. Oké, jongens, ik ga nieuwe dingen voor jullie halen. Geen zorgen. Wie heeft dit gedaan? Ik denk echt Robin. Ik vind Robin echt de schuldige van dit. Ik weet niet waarom. Robin, je bent schuldig. Axolot, be mine. Kom hier. Ik ga jullie een huisje geven. Waar is die witte? Hij staat boven. Oh, ik dacht dat hij weg was. Ik dacht dat hij verdwenen was. Kom maar. Gaan we het water langzaam weghalen. Het vervelende water wat niet meewerkt. Maar het, aangezien het ook echt water is, dan moet het toch wel Robin zijn. Oké, als het goed is zijn alle waterpotjes dan zometeen na deze weg. Dan moet deze nog even gefixt worden. En dan kan ik hem helemaal goed doen. Dat is niet echt wat ik bedoel, helemaal goed doen. Maar jullie snappen het waarschijnlijk wel. Even wachten tot al dat water daar weg is. En dan kan ik hier mijn waterpoeltje opnieuw plaatsen. Maar in de meanwhile kan ik dit allemaal weer weghalen. En oh mijn god, wat gaat het weer traag nu die beacon weer weg is. Boom. Weg. Oh mijn god, er is nog een spot. Ja, maar die haal ik zo meteen wel weg. Dan gaan onze lieve axolotjes, ik wil axolot zeggen. Die gaan even naar de cave toe. Die krijgen allemaal nieuwe vriendjes. Dan plaatsen we hier ons water even terug. Dat is, kunnen we gewoon weer heen en weer naar beneden. Pakken we een nieuw bucketje water. En dan leggen we dit eventjes terug. Waarom zit hier een button? Oké, jongens. Buttons betekenen nooit wat goed of zo. Wacht, we gaan eerst even troep wegleggen. Buttons betekenen nooit wat heel goed. Maar ik wil hem wel heel graag indrukken. Dus... Helemaal niks. Ik heb geen idee. De button mag terug, maar het doet letterlijk niks. En ik weet niet ook wat er zou opengaan. Of dat er iets zou vallen of weet ik veel wat. Ja, en nu moeten we die beacon ook nog eens weghalen. En dat gaat me toch eens een poepwerk zijn. Die straal. Ik heb mijn vallei, Kingdom Tooter, nog nooit van zo hoog gezien. En het ziet er oprecht wel leuk uit zo. Ik bedoel, dit is nog een work in progress natuurlijk. Maar als je die kop zo ziet, deze hele kant hier. Er moet echt nog veel gedaan worden.
Hij gaat zo hoog. Ik kan gewoon de chunks zien, letterlijk. Het is gewoon een vierkantje, dit. En nu het kutste van allemaal is, nu moet ik ze tegelijkertijd naar beneden hakken. Niet vallen, niet vallen. Oh. Oké, daar gaan we. Nou jongens, ik zie jullie over 2 uur wanneer deze taak klaar is. Oh, we zijn weer aangekomen hoor. Nee, oprecht, we zijn eindelijk weer at the ground. Wat wij wel even gaan doen is nieuwe diamond armor maken. Want ik heb letterlijk geen chestplate meer. Die zijn helemaal kduw. Ik moet het ook gaan enchanten of ik moet de dingen op gaan zetten. Dus wat ik als eerst ook ga doen is mijn unbreaking boekjes die ik hier heb. 1, 2, 3. Die ga ik op alle drie deze zetten. Eerst op mijn chestplate en op mijn boots. Dan hebben we in ieder geval even overal gewoon goede enchantments. Zo, goede. Het gaat minder snel stuk. Dat scheelt even. Dit kunnen we toch wel repareren. Het is vandaag tijd om iets heel bijzonders te doen. Jullie hebben er lang op gewacht. Ik niet. Ik stelde het telkens uit. Maar we gaan beginnen met het detailleren van de muur. Het moet echt een keer gebeuren. Ik denk dat ik me zoveel beter voel als die muur een keer zoals die uitziet. We gaan het gewoon doen. Klaar. Punt. Uit. Max, je doet het al. Veel te lang heb je het uitgesteld. Ze hebben alles gepakt. Volgens mij dat ik ook op deze muur heb. Dus dat zijn fences, lichtjes, leaves, slabs en stairs. En volgens mij is dit it. Yes. Volgens mij is dit het. En laten we gaan detailleren, jongens. Oh, ik denk als ik het helemaal gedaan heb, dat ik wel heel blij ermee ben. Om het eindresultaat. Je merkt het verschil echt al. Kijk, ik heb die kant alleen al met slabstairs en fences gedaan. Niet te veel natuurlijk. En je ziet het verschil hier. Het is gewoon iets opgevulder al. En als het dan hier zit, moet het ook nog helemaal aan de andere kant. En dan moeten er nog, zoals daar, ook leaves bij. Maar ik denk dat het meest vervelende van allemaal is. Is het feit dat er andesite erheen verwerkt moet worden. Dat het niet enkel stone gaat zijn. Ik denk dat dat echt de meeste pijn in mijn ass gaat worden. De eerste kant, deze kant van de muur, moeilijke benaming, die is klaar als het gaat om de houten details erin. Er zitten fences in, er zitten stairs. Het is zoveel anders dan de andere kant nu, als ik het jullie laat zien. Het enige is dat er nu heel veel andesite nog in moet. En dat gaat ook nog een werk zijn. Kijk, zoals hier zie je veel minder details. Oh, maar deze kant moet ook nog helemaal. Dus ik twijfel wat ik ga doen. Ik denk dat ik eerst deze kant gewoon even afbouw. En daarna de andere kant ga doen. Dus dat ik nu de volledige details hier erin breng. In plaats van nu eerst de andere kant even gaan doen. Dat houdt in dat ik heel veel andesite nodig heb. Want we gaan andesite ertussen proppen. Je ziet het verschil zo erg. En daar ben ik zo blij mee. En ik ben daar een spot vergeten. Je ziet het verschil. Kijk, daar is het alleen enkel stone. En als je dan hier zo verder kijkt, is het helemaal perfect. Met andesite en stairs. En weet ik veel wat voor andere details ertussen. Maar het is zoveel werk, jongens. Dat is zo belachelijk. Dat heb ik echt, wederom onderschat hoeveel werk het gaat zijn. Het is ook denk ik dat ik niet genoeg andesite ga hebben in totaal om dit helemaal te fixen. Niet dat dat heel erg is. Want die andere kant gaat toch een andere keer gebeuren, denk ik. Het is gewoon zoveel. De taak is denk ik voldaan. Jesus Christ. Maar het is donker nu. En dan heb ik door dat de muur ook gewoon totaal... Jij moet mee. Dat de muur totaal nog niet echt belicht is of zo. Dus dat gaan we ook dan doen. Gelukkig heb ik de lanterns bij me. En dan is het chill dat het even nacht is. Want dan kan ik herkennen waar het donker is en waar niet. En zo te zien heb ik vooral fences gebruikt. Die ik niet heb. Maar ik heb vooral fences gebruikt voor mijn lanterns. Oh, ik heb er gelukkig nog heel veel. So let's light this... Oei! Jongens, ik heb een probleem. Ik heb een heel groot probleem. Jullie gaan niet opblazen bij mijn muur. Ah, nee, nee, nee! Nee! Oh my days, thank god. Ik schrok al. Kijk, ik heb op de bovenste rij heb ik licht gedaan. Nu moet ik nog op die rij een beetje licht doen. De onderste moet even vervangen worden. En Anne is net gejoined. We hebben hem helemaal belicht. Althans, ik vind hem goed genoeg. Ik wilde wel een beetje de warmte en koud. Weet ik hoe je dat noemt. Gewoon dat je ziet dat niet alles perfect belicht is. Dat geeft het... Ja, I don't know. Ik vind het er leuk uitzien. Dus dat is ook gedaan. Dan is het tijd voor wat leaves erin toe te voegen. En dan hebben we hem volgens mij al, hè. Dan hebben we deze kant letterlijk al. Oké, het doel is ook dat ik even de bovenkant helemaal belicht. Ik heb overal wat leaves geplaatst. Al één boompje. Maar ik wil heel veel, zeg maar, gras en zo erop doen. Echter gaat het niet, omdat er overal sneeuw is gevallen. Dus wat we gaan doen is heel veel toortjes plaatsen. Dan ontdooit het allemaal een beetje. En dan kunnen we vanaf daar kunnen we de bovenkant nog meer gaan detailleren. Maar moet je zien. Ik heb er zoveel blaadjes op gelegd. En nu denk ik van ja, het ziet er nog niet heel netjes uit. Op zich vind ik het er wel heel lijp uitzien al. Maar als de bovenkant ook gewoon helemaal volgroeid is, dan klopt het al veel meer. En dan moet hier nog een pad komen en zo. En ik vind het er wel echt al heel lijp uitzien. Maar eerst de toortjes. Oké. Ik heb zoveel toortjes geplaatst. Maar volgens mij is het gewoon nog lang niet genoeg. En als ik het allemaal met mijn shovel weg wil halen. Al dit. Dan ben ik bang dat ik per ongeluk het gras meeneem. Maar op zich gaat... Ja, dit bedoel ik. Het gaat op zich wel. Maar moet ik wel zorgen dat het echt niet terug sneeuwt. Maar er zitten ook heel veel gaten in de bovenkant hiervan. Want al die endermans die spannen hierop. En die stelen letterlijk gewoon de grasblokjes. Die pakken ze en die zeggen. Nee, dit is vanaf nu gewoon van mij. Klaar. En dan zit er een gat boven je muur. Hier, dit.
exact dit gewoon. En zo vind ik er nog heel veel. Hier ook nog één. En soms ook zoals deze eentje erop geplaatst. Want dan plaatsen ze hem gewoon in plaats van dat ze hem weghalen. Planten we wat bomen gewoon voor de gezelligheid hierop. Ik heb niet heel veel zeppelins. Veel minder dan verwacht. Maar zeppelins heb je in principe ook weer zo geregeld. Dus dat scheelt. Volgens mij waren dat... Oh nee, hier nog een zeppelin. Hier, kijk. En dan nu... Hier, weer een gat! Maar nu gaan we lekker overal dingetjes op planten. Eindelijk gewoon even die bovenkant hier. Zorgen dat het ook echt goed belicht is hierboven. Dat er geen monsters meer spawnen en vervelend gaan doen en zo. Oké, ik denk dat het inmiddels zo echt goed volgroeid is hierboven nu. Er staat overal zitten gewoon grasprietjes en weet ik wat voor ons en allemaal. Dus nu gaan we voor het eerst vanaf beneden kijken. Dat heb ik nog niet gedaan. Laatste plekje hier trouwens nog eventjes zo. Ik ben heel benieuwd wat het resultaat is. Ik denk dat het echt het grootste verschil gaat maken. Dat het hierboven nu ook gewoon netjes is. Weer een blokje gestolen, hè? Laten we kijken wat het resultaat is. En... boom! Ja, wow! Oh, wat eindelijk gewoon. Eindelijk, als je nu vanaf deze kant kijkt, ziet het er ook gewoon even een beetje zoals dat uit, weet je? Dat gras erbovenop, dat licht wat erbovenop zit, het licht op de muur, de details in de muur. Als je nu zo kijkt, kijk, deze is natuurlijk kleiner, dus dat is subtieler. Deze, ja, hoe subtiel wil je het hier maken? Dat is bijna niet te doen. De andere kant moet wel nog helemaal... Kijk, als je deze kant nu hebt, dan kan ik nu jullie toevallig lekker de andere kant laten zien. En daar zie je ook gewoon van, ja, zo ouw. Zo zag het er al die tijd uit, hè, de muur, zoals nu aan deze kant te zien is. Al die tijd heeft het er zo uitgezien. Ja, het is ook gewoon echt een rotwerk eigenlijk. Dus, maar ik ben blij dat ik het een keertje gedaan heb, dat het er nu gewoon netjes uitziet. Een muur vol detail. Zo, kijk, hebben we ook een beetje de ingang. En nu is het tijd om een pad te maken naar de ingang toe. Hier moet het even goed belicht worden, want hier gaan beesten spannen. Goede progressie weer, jongens. Goede progressie. En dan is dit pad ook weer gedaan. Ik heb geen idee wat ik hier nog ga doen, jongens. Wat ik in deze cave, weet ik veel wat het gaat zijn, ga bouwen. Maar dat gaan we zien. Nu gaan we de details erin toevoegen. Dus wat blokjes hier en daar. Wat weet ik van wat. Want het pad moet natuurlijk niet zo simpel zijn als dit. Het moet wel een beetje lekker detail hier en daar hebben. Merino Ragger is ook weer bijna een stuk. Dat moet ik ook weer voor oppassen. Ik racht er gewoon net te veel mee. We gaan nog heel even wat leaves erbij hakken. Want dan kan ik gewoon mijn laatste dingen in details in het pad toebrengen. Ik wil zeggen dat het zo krap is ineens hier met twee. Maar ik breng er wel... Kom maar goed. Alles komt goed. Ik had helemaal niet zoveel nodig. Gewoon een subtiel, een klein beetje. Zo, nou, dat pad is ook helemaal gedetailleerd toegevoegd. Het is precies hetzelfde pad als dit, maar dan daar. Echt, zitten hier natuurlijk eromheen veel meer details nog. En dat mist hij hier compleet. Hier zijn bijna geen details. Naast het pad en de muur nu. Wat mij leuk lijkt om te doen, jongens. Je hebt van die gekke lichtblokken in de Nether, hè? Ik heb ze niet. Ik kan ze wel halen. Kijk, en ik bedoel dan deze blokken. Ze zijn niet zelf heel prachtig of zo. Maar ze geven insane veel licht. En wat ik dan leuk in gedachten had, is zo om onder al mijn liefste te doen in mijn paden, want dat bespaart me heel veel toortjes en lanterns plaatsen. Omdat er dan toch al licht is, weet je. Oké, ik heb voor nu al even genoeg. Ik heb er 28. Nou, het is niet om alles op te vullen, maar ik kan wel gewoon op een random niveau, kan ik ze overal plaatsen. En dan heb ik ook nog wat paddenstoelen meegenomen, want die staan ook wel leuk. Kijk, en wat ik dan in gedachten had, was... Jemig, dan ben ik mijn blokken vergeten. Kijk, wat ik dan in gedachten had, zoals hier is het nog een beetje donker, weet je. Als ik die dan weghaal, die plaats, en dan zo doe. Hier. Dat is toch leuk? Dan heb je een beetje licht onder sommige blokjes zitten. Doe ik het hier ook. Maar ik vond het een hele goeie. Natuurlijk ga ik weer op zo'n domme manier dood. Ik weet niet of je... Het is zo'n stomme manier om weer dood te gaan. Al mijn spullen weer op de grond. Nou, mijn hele ene level die ik had. Kom op, XP. Kom op. Je kan het. Je kan het. Je kan het, kom op. Ja, goed zo. Waarom gaat het nou weer op zo'n domme manier fout? Waar is de doemsel hier? Dit is gewoon een doemsel. Hier, val er maar in. Kijk, dat had ik ook. Kijk, dan kunnen de toortjes ook van het pad af. Het is een hele simpele manier om belichting te fixen. En het ziet er ook gewoon nog mooi uit, omdat het een oranje gloed is. Je ziet de texture niet van het blok. Want de texture vind ik ook niet echt mooi of zo. Maar ik vind het oranje gloed ervan, vind ik wel echt heel lijp. En ook niet bij elke, want dat zou een beetje te veel worden. Maar gewoon hier en daar een blokje eronder. Waar het er waar het wel goed zit. Zoals dit. Zo, kijk. Hatsenflats. Dan heb je dat. Nou, hier mag het ook wel, vind ik. Zo, en dan kunnen de toortjes weg langs het pad, zoals dit. Want die zijn ook nergens meer voor nodig. Dit is toch gewoon top. Want alleen al deze kant moet het ook even opgedaan worden. Nou, dat is ook gedaan allemaal. Weer een random grasblokje van die vervelende endermens. Het begint allemaal echt gewoon goed te worden nu, eindelijk. En dat zeg ik elke episode, zeg ik elke keer. Maar nu toch echt, weet je, als je het zo ziet. De muur hier is er een groot gedeelte af. Het pad hier ernaartoe is gemaakt. Dus je kan nu ook gewoon op een normale manier daar erin en eruit. Op het moment dat we een elytra hebben, vliegen we er allemaal overheen. Maar het gaat om het idee. De cave hier, dat is ook weer een leuk project waar ik volgende keer mee verder ga. De gevangenis moet ook
ook nog af. Maar ja, daar wil ik uiteindelijk zelfs ook nog een pad naartoe creëren. Een iets minder gedetailleerd pad dan dit. Maar ik wil er toch een pad naartoe creëren. Maar goed, voor nu was dit de episode. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat nog niet hebt gedaan. Dank voor het kijken. Ik spreek jullie later. Glaasje water, telt tot 4. Een heel groot lekker warm. Warm is niet echt top, maar flesje bier. Tot de volgende keer. Doei!